No, sir. Ja, beste luisteraars, Pet Hart met Soulshine. Lievelingsnummer van kunstenares Mirjam Vleugels. Alweer 15 jaar geleden durfde zij een moedige stap te zetten, een stap richting haar passie. Maar wie is Mirjam Vleugels? Wat drijft haar? En wat houdt haar op de been in deze harde, mooie, creatieve wereld? Al 15 jaar is de kunst mijn leven. De kunstwereld. Het is natuurlijk super fascinerend. In die zin, ik wil het niet al te mystiek maken en helemaal niet hoogdravend of wat dan ook. Maar het is een wereld op zich, want ja, eeuwigdurende discussie, wat is kunst? Er komt nooit iemand uit. Ik weet dan toevallig, omdat ik er veel over lees, de context, de omgeving waarin het plaatsvindt, dat bepaalt of het kunst is. Als het mooiste voorbeeld is eigenlijk de verf op een canvas. Zolang die verf nog in die tube zit en een kunstenaar daar niks mee heeft gedaan, is het een product. Zodra die verf op dat canvas bewerkt wordt, dan zegt de kunstenaar, en vanaf nu is het een schilderij, al plakt hij de tube op het canvas, en dan is het opeens kunst. Dus dat is die context. Dan is het die kunstenaar die bepaalt of dat dan inderdaad zo is of niet. En wie is die kunstenaar? Iedereen mag zich kunstenaar noemen. Dat maakt dan dat het heel breed is en helemaal open staat. En dan volgen de critici en die zeggen dan, maar dit is slechte kunst, dit is goede kunst. Dan gaan we terug naar een hele abstracte definitie. Wat is kunst dan eigenlijk? Nou, dat is iets waardoor wij ons als mensen van bijvoorbeeld de dieren- en de plantenwereld onderscheiden. Wij hebben fantasie, wij kunnen nadenken over dingen. Wij kunnen iets, een oplossing voor een probleem vinden. En op het moment dat wij iets kunnen creëren, dat maakt ons als mens bijzonder ten opzichte van die andere fenomenen. En dan is het zo dat zodra een kunstenaar, zodra een persoon iets creëert waarmee hij zijn visie op de wereld laat zien, dan kan die daarmee de zintuigen van zijn publiek prikkelen. En de kunst maakt dan dat hij daarnaast ook nog de geest van zijn publiek prikkelt. Heel abstract allemaal. Alleen al als ik het al vertel, dan denk ik van Jezus, hoe mystiek kan het zijn? Het is namelijk zo, ik als kunstenaar, ik noem mezelf kunstenaar, ben niet academisch opgeleid. Dat zeg ik gewoon altijd met heel veel trots, ook erbij. Heb daar bewust niet voor gekozen. Omdat ik gewoon alleen maar doe waar ik zin in heb. En hoe puur kan dat dan zijn? En dan kun je dat kunst of niet noemen, maar gezien de definities die ik net noemde, vind ik het zelf wel kunst. En daarmee prikkel ik dus dan mensen. Dan hoeft het niet op een positieve manier te zijn. Kunst mag mooi zijn, kunst mag lelijk zijn. Het is een oordeel wat iedereen daarover heen legt. En wat maakt mij dan Mirjam? Ja, specifiek authentiek Mirjam Vleugels. Miss Wings, de vrouw Vleugel. De manier waarop ik het doe. Het is namelijk dat ik een pad heb gekozen, niet academisch gevormd. Dus galerieën en musea staan echt niet voor mij in een rij. Dus dan doe ik het geheel op mijn eigen authentieke eigen wijze, ook heel eigenwijs. Dat is Mirjam Vleugels. Ik zoek de verbindingen met een heleboel issues, items uit de maatschappij. Dat kan zijn sport, wielrennen, voetbal, whatever. Het zijn ook vaak de dingen waar feest gevierd wordt. Authentiek Mirjam, feestje, hapje, drankje. En dan zoek ik de verbinding middels campagneschilderijen voor evenementen. Als ik die creëer, wordt mijn naam daaraan verbonden, wordt mijn creatie daaraan verbonden, biedt dat een bepaalde naamsbekendheid. En zo groeit mijn netwerk, zo groeit mijn
ontwikkeling in de zin van ik laat me inspireren door heel veel diverse onderwerpen. En het ene spreekt mezelf meer aan dan het andere. Maar zelfs die die me niet aanspreken, dat kunnen voor mijn gevoel meesterstukken worden. En zo bewandel ik al 15 jaar mijn pad. En mag heel veel reizen op dit moment. Die luxe heb ik. Ik mag de projecten uitzoeken die ik fijn vind, die bij mij passen. En zo zie je dat je als kunstenaar gewoon helemaal ook op een heel authentieke eigen wijze je eigen pad kan vinden. Daar zijn geen draaiboeken voor. En met waarmee ik begonnen ben, het abstracte, het mystieke van die kunst, is het gewoon een kunst om daar je weg in te vinden. En ik ben heel erg blij en heel gelukkig dat me dat elke dag weer opnieuw lukt. De komende 15 jaar zou ik niets anders willen dan dat kunst mijn leven blijft. Ik heb altijd geroepen, ik wil internationaal doorbreken in de kunstwereld. Ik maak daar stapjes in en dat lijkt steeds beter te lukken. Op dit moment mag ik heel veel reizen en doe daar heel veel inspiratie op. En probeer dan een beetje te voelen in elk land waar ik ben, of ik daar zou willen vertoeven of niet. Het is zo dat de kunst mij brengt en ik zelf niet echt een land bewust kies, maar het zijn vaak de projecten of de beurzen waardoor ik voor een bepaald land of werelddeel kies. Ik hoop in de toekomst steeds vaker daar te gaan vertoeven, wekenlang, maandenlang. Niet alleen om inspiratie op te doen, maar ook daar zeker te gaan werken of alleen of met andere kunstenaars. En op een of andere manier dat mijn intuïtie mij mag brengen. En ik hoop dat mijn droom mag uitkomen, het internationaal doorbreken. Het is een heel abstract begrip en ik laat het ook helemaal open in welke vorm dat mag gaan gebeuren. In meinem Leben bin ich oft geflogen, bin ich tief gefallen und manchmal auch ertrunken. Ich hab gewonnen und ich hab verloren und ich bin gestorben und wieder neu.